Feestdagen. U zit vast uh, lekker thuis en u wilt vooral, vooral niet aan werk denken. Want feestdagen is voor de meeste mensen niet werken, maar voor sommigen toch wel. En daarom misschien toch maar eens wat over werk praten. En wel met iemand die heel veel van werken weet. En dat is Frits Goldsmeding. Hij is oprichter van Randstad. Hij was directeur van Randstad en is nu met pensioen. Maar hij is wel de man in, die in Nederland het idee van uitzendbureaus, en zoals we dat tegenwoordig noemen, flexwerken, eigenlijk in de markt heeft gezet. Nick Walsmedi, welkom. Werken op zondag. Werkt u zelf op zon en feestdagen of werkt u eigenlijk altijd? Nee, dat heb ik uh, de tijd dat ik hier bij uh, Randstad aanwezig was, heb ik dat altijd weten te vermijden op eens een keer een dood enkele uitzondering. Nou, maar uh, je. Uh, kan best een heleboel werken, maar je moet het ook niet overdreven. Nee. Toch heeft u in uw bedrijf of met uw bedrijf ontzettend veel mensen uitgeleend, heet dat geloof ik. Aan bedrijven die zeggen. Hey, het is feestdagen, laten we een iemand van buiten halen, want dan kunnen onze eigen mensen op vakantie. Uh, dat klopt, maar dat is dan niet zozeer met de eerste en de tweede kerstdag en met de auto nieuw, Want dan uh, werken uitstandkrachten doorgaans ook niet en ook onze schoonmakers niet. Maar uh, in deze tijd, en de toevallige tijd, zijn een heleboel bedrijven dicht. Maar ja, er zijn soms zelfs wat te veel mensen met vakantie. Ja, en dan is één telefoontje aan ons vaak genoeg om weer de bezetting op peil te brengen. We noemen ze tegenwoordig flexwerkers, uitzendkrachten. In de tijd, dat, uh, die heeft u ook meegemaakt, dat we over koppelbazen praten, was dat een begrip van nou dat klopt niet. Langzamerhand zijn we weer wat vriendelijker, want flexkrachten zijn in de samenleving de olie die allerlei bedrijven aan de gang houdt. Nou, historisch gezien, het is vandaag kerstmis. Denkt u dat er in de tijd van, uh, van de geboorte van Jezus ook flexwerkers waren? Oh ja, eigenlijk bijna uitsluitend. En niet alleen in de tijd van Jezus, maar ook zelfs nog uh, 2000 jaar daarvoor. En uh, we hebben zelfs contracten gezien uit de Babylonische tijd, dat er uh, eigenlijk een soort uitzendbureau uh, aan de gang was, waar het ging over het aannemen van werk. En uh, dan nam de. Uh, als ik dat mag vertalen, het uitzendbureau nam het werk aan. Er was een opdrachtgever en er waren flexwerkers. Dus wat dat betreft is er niks nieuws. En dat heeft eigenlijk tot het begin van deze eeuw is het zo gebleven. Want pas in het begin van deze eeuw gaat men praten over vast werk. En uh, ach, men zegt wel eens een keer. Uh, dat flexwerk eigenlijk de meest natuurlijke vorm is van werken. Dat je ook voor jezelf zorgt, waar je voor jezelf opkomt. Met een heel duur woord noemt men dat uh, employability. En dat uh, vastwerk eigenlijk een truc is van de werkgever om de werknemer aan zich te binden. Uh, langzamerhand is het een beetje omgeslagen, is het tegendeel. Ja, en. Voelen mensen zich soms wel eens te vast zitten. Van die lifetime employment, zoals we dat in Japan kennen. Dat kan natuurlijk ook verstikkend werken voor je eigen carrière en je eigen levenslust. Ja, dat is een. Uh, laten we zeggen, een, 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 een enkele tientallen jaren is dat uh, aan de gang geweest. Hè? We komen er dus er nu een beetje van terug. Uh, je kan het natuurlijk niet zo hebben dat er één partij is die er voor werk zorgt, of dat nou de overheid is, of het zijn de bedrijven of de grotere bedrijven. Ik denk dat als je het over werk hebt en over het opbouwen van de maatschappij, dat elk één eraan mee moet werken. En uh, dat je ook ervoor zorgen moet dat je zelf heel goed in deze maatschappij blijft liggen. En niet alleen wat werken betreft, maar dat mag ook uh, je hobby zijn. En wat dat betreft is het niks anders dan een amateurvoetballer. die uh, moet zien dat hij, dus toch, uh, laten we zeggen, zijn spiertjes goed traint. om uh, de volgende competitie weer mee te kunnen. Ik kom even terug wat hij net zei over die historie. Dat, ik krijg er allerlei beelden van. want he, er zijn piramides gebouwd. en waanzinnige dingen, natuurlijk, in de oudheid. En dan zie je wel eens van die plaatjes in de geschiedenisboeken. dat er een vent met een zweep staat. en dat je het gevoel had dat het was allemaal slavenarbeid. en er werden duizenden mensen stonden met steenblokken te hakken. U zegt dat eigenlijk historisch dat niet zo is. dat daar. Organisaties waren waar mensen betaald werden en werk aangenomen werd. Dat het eigenlijk vrij modern georganiseerd was, wat dat betreft. Nou, kijk, je kan natuurlijk uh, 40 eeuwen niet vergelijken met uh, het jaar 1998 en waar we bijna in staan in 1999. Uh, er was uiteraard was er slavenarbeid en er waren ook gestraft, maar je moet het toch wel zo zien dat men in die tijd ook wel door had dat als je mensen te veel uitbuiten, uh, dat er weinig prestaties uitkwamen. En de mensen die hadden op zichzelf een behoorlijke vrijheid. En dit is ook beschreven. Maar er zijn natuurlijk ook, ook in die tijd waren er natuurlijk uitzonderingen. En uh, ja, neem me niet kwalijk. Ik ben nou niet een historicus die u uh, een betoog van anderhalf uur kan houden over, oh uh, over, over hoe dat zat, vier, 40 eeuwen geleden. Flexwerkers door de, door de ew Misschien is een boek wat hij moet schrijven, want het is, het is toch wel interessant. Uh, er zijn natuurlijk ook al allerlei huurlingen geweest. De, de militairen hebben heel veel gebruik gemaakt van flexwerkers in dat opzicht. Tot eigenlijk in deze eeuw toe, hè? Uh, ja, de, de militaire apparaat is daar, uh, laten we zeggen, een heel goed voorbeeld van. En uh, daar kon je dus ook voor een bepaald project of voor een bepaalde tijd, kon je daar in dienst komen... En uh, ja, dat is, uh, is uitermate goed uh, beschreven. En zo ging het ook aan boord van schepen, maar zo ging het bij, bij talloze projecten, dat je je inschreef voor de duur van een project. En wat dat betreft is er eigenlijk uh, Niks veranderd. Uh, ja, niet zoveel veranderd, nee. Maar de organisatie, je hebt altijd het gevoel dat door de eeuwen heen die... Hierarchische organisatie, in ieder geval die dus in de kerk heerst. Hè. De, de, je hebt de paus de, 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 de aan de, de bischoppen, dat was een hierarchische organisatie. Ook in het leger, je hebt de generaals en dan de kolonels en de majoors en dat gaat zo door. Is dat een organisatie die werkelijk effectief blijkt te zijn? Of zegt u, uit uw ervaring met natuurlijk heel veel werknemers, die hierarchische organisatie is niet de meest geschikte in alle gevallen? Nou, dat hangt er vanaf. U noemt nou de kerk en u noemt een militair apparaat. In een militair apparaat, als u gaat van soldaat tot generaal. heeft u ongeveer negatief verschillende functies. Kijkt u naar een, uh, laten we zeggen, een rooms-katholieke kerk. die hiërarchisch georganiseerd is. U weet dat de uh, christelijke kerken, de protestante kerken in Nederland. Uh, niet hiërarchisch georganiseerd zijn. Maar daar heb je als grootste baas de paus, als ik het zo even onbeleefd mag zeggen. Dan heb je daaronder bischoppen. Daaronder heb je priesters. Nu dus je hebt eigenlijk maar drie lagen. En dat kan omdat zij een hele. Stevige en goed beschreven ethiek hebben. En laten we zeggen dat die neergeschreven is in de Bijbel. En zo vast iedereen zich daar maar aan houdt en er maar eenduidige interpretatie is, dan kan je met heel weinig hiërarchische niveau's toe. In een militair apparaat is dat volslagen anders. Dan moet men ad hoc reageren en is beveeld, beveel. En moet je ook, en daar zie je dat ook, moet je ook veel meer hiërarchische lagen hebben. En nou, even een hele leuke ja, een link. Leuk, want die ethiek is heel belangrijk. Want u zegt dus eigenlijk: als je interne structuur, je interne waarde, je interne systeem goed is, heb je niet zoveel gezagsverhoudingen nodig. Is je ethiek misschien niet zo goed, zoals in een militair apparaat? Van gaan jullie jongens, we gaan naar Bach, dat eens even bombarderen. Daar kan je voor of tegen zijn. Nou, dan krijg je al dat soort ethische vragen. Heb je veel meer lagen nodig en, en dan heb je een hele starre organisatie nodig. Ja, dat klopt. Een bedrijf wat een, een heel duidelijk doel voor ogen heeft, dat doel goed beschreven heeft, ook de andere voorwaarden, hoe het juridisch, economisch, ethisch uh, in elkaar zit, dat je die aspecten op een goede wijze geïntegreerd hebt, dan heb je minder laaggenomen nodig. Laat ik maar een voorbeeld geven. Onze grote doch, grootste dochtermaatschappij, Rans Duitse die kent één centrale directie, die kent hier in Nederland vele honderden vestigingen... En tussen de directie en het management van de vestiging... is maar één laag en dat zijn de districtsdirecteuren. Dus je kan met een goed beschreven filosofie... zoals wij die denken te hebben... Uh, kan je met heel weinig hiërarchie toe. Belangrijk dus. Ethiek moet een, een, een cornerstone zijn van je organisatie. Maar hoe breng je die ethiek dan naar je mensen toe? Want is dat een kwestie van training? Is dat een kwestie van voorbeeld... Nou, Je zal in ieder geval moeten beginnen om die op een redelijke wijze te beschrijven. Nou, nou is iedereen niet zo dus dat ze een handboekje pakken en dan zeggen nou, hoe ziet die Randstad filosofie in elkaar. En ik zeg altijd zo en ook tegen dus het management. Je gaat gewoon op de zeepkist staan en je gaat vertellen waar, waar wij voor staan. En hoe onze regels in elkaar zitten. En hoe wij uh, denken en willen te handelen. En we hebben dat in drie kenwoorden hebben we dat uh, proberen samen te vatten. En dat is kennen, dienen en vertrouwen. En dat Kennen. Je moet je groepen mensen kennen. Je moet vertrouwen geven om vertrouwen te krijgen. En uh, ja, in het dienen, dat is natuurlijk in het dienstverlenen bedrijf natuurlijk een verslagen duidelijke. Maar daar wil ik nog dit bij zeggen dat in de dienst aan een ander ook de dienst aan jezelf begrepen, begrepen, is, uh, begrepen is. En als dat uh, iemand winst noemt of dergelijke, dan zeg ik vind ik dat prima. Maar doe je die dienst aan jezelf niet, dan kun je een volgende periode die dienst niet meer bewijzen. En deze drie elementen die zal je dus geïntegreerd naar buiten moeten brengen. En het is bijzonder aardig te zien dat bij een randstad dat heel duidelijk begrepen wordt. En niet alleen in Nederland, maar als je in Frankrijk komt, of in Atlanta komt, of in New York komt, of waar wij ook zitten. Uh, dat deze basisfilosofie heel goed verstaan wordt en men handelt er ook naar. Ik ben het helemaal mee eens. Ik geloof dat een basisfilosofie ontzettend belangrijk is. En dat de bedrijven die in deze wereld goed doen. zo filosofie hebben. Mensen weten dat niet. Maar bijvoorbeeld IBM. komt met een. heeft een hormoonse achtergrond. Wij hebben heel duidelijke principes. En die, die handhaven ze ook. Philips had die vroeger ook. Ik merk een beetje. dat in de huidige samenleving. die ethiek vaak een beetje verloren gaat. We plakken bedrijven aan elkaar. fusies, overnames. Er zit weinig lijn in. Dan lijkt me dat je dus. als management problemen krijgt. om die drie punten van nu. naar buiten te dragen. Ja, dat denk ik ook. Uh, uh, absoluut, daar ben ik uh, met u eens. Um, bijvoorbeeld, een heel belangrijk issue is op het moment shareholders value. Uh, iedereen behoort uitsluitend te werken voor de waarde van die aandeelhouder. Nou, uh, je kan ook zeggen, je werkt voor de waarde van dus de beleggers of de beleggingsinstituten. Ik zie dat niet zo zitten. Er is een veel duidelijker samenhang tussen de verschillende aspecten. Je kan natuurlijk niet zeggen van. Uh, mijn personeel komt op de tweede plaats, of mijn klanten komen op de tweede plaats en mijn aandeelhouders komen op de eerste plaats. Op het moment dat je dat zegt, maak je in ieder geval minder resultaat. Je zal een, 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 een samenhang als directie moeten vinden om de belangen en de, de, de verschillende aspecten van die belangen zo te verdelen dat er een harmonie gaat optreden. Tussen juist die financiers en tussen de klanten en tussen de leveranciers en tussen je personeel en tussen de uitzendkrachten. En dat is nou eigenlijk de kunst van de directievoerder, om dat voor elkaar te krijgen. Of met andere woorden, als je streeft, uitsluitend naar shareholders value, bereik je het omgekeerde. In Amerika... Is dat veel duidelijker. Hè? Het wordt hier geïmporteerd. Maar in Amerika is die shareholders value erg groot. Daar hebben ze daar een truc voor gevonden. Ze zeggen nou als je nou je personeel ook maar flink aandelen opties geeft. Of een daling in bedrijf. Breng je die twee quasi tegenstrijdige belangen. Namelijk de shareholder en de directie. Weer wat naar elkaar toe. In Nederland hebben we daar nog niet zo'n niet zo haast mee gemaakt. Met die participatie van het management en van de werknemers. Um, nee, maar kijk. Uh, het bedenken van een hoop trucs. Uh, dat is niet zo moeilijk. En zover die uitsluitend gericht zijn om het personeel een zodanige inspanning te laten plegen dat die eigenlijk te groot is voor de personeelslid zelf, dan, dan ben ik tegen elk plan, of het nou bonus of welke opjaarregeling dan ook betreft, of het een optieplan betreft. Het gaat erom dat je juist een juiste samenhang vindt en ook voor je personeel. En dan zeg ik nou ja, trek er in dit geval het biologisch aspect erbij. Dat kan je ook niet ontachtzamen. Je hebt alle aspecten te realiseren. Maar eigenlijk heel simpel en... Uh... Uh, ...gezegd. De nationale koek... Hè, ...wat we met elkaar verdienen... ...die kunnen we maar één keer uitgeven en één keer verdelen. Dus er is niet dus een truc om... ...meneer A meer te geven dan meneer B... ...zonder dat meneer B ontevreden is... ...of meneer A tevreden zou zijn. En je kan die koek maar één keer verdelen... ...en je zal ook je leveranciers... ...tevreden moeten houden. Die kan je niet tot het oneindige uitbuiten. Want dan heb ik in de volgende periode heb ik geen goede leverancier meer... ...en dan dus schiet ik er ook niks meer op. Nou klinkt dat als een hele... Afgewogen filosofie, hè? want dat is het: iedereen uh, het zijnig ge uh, geven, uh, heel ethisch. Heel... Nou moet je als ondernemer toch af en toe zeggen: Jongens, het gaat goed of het gaat heel slecht, of uh, we gooien er wat mensen uit en dat moet je niet zo noemen, maar daar komt er dan wel op neer, want de markt valt weg. Hè? Dit of dat gebeurt in het buitenland, een product komt er niet mee. Hoe verhoudt dat vriendelijk en verstandig met iedereen omgaan? En ik denk dat het belangrijk is op lange termijn. Hoe verhoudt zich dat met de ondernemer die knopendokken doorhakt. Ja, nou daar heb je zoiets. Als ondernemer uh, neem je natuurlijk een bepaald risico en je opent in ons geval een aantal vestigingen of je koopt een nieuwe computersystemen of je zet een nieuw hoofdkantoor neer. En als er de omzet wat tegenvalt, dan weet je dat je in ieder geval een verkeerd besluit genomen hebt. Uh, de andere kant is als je geen enkel risico uh, aanvaardt en je doet niks, dan gebeurt er natuurlijk ook niks. En in dat aanvaarden van risico's maak je wel eens een keer een foutje. Nou, dan moet je nog gewoon ook eerlijk vooruitkomen, zeggen ze mensen: we, we hebben het uh, verkeerd gezien. Uh, wij hebben wat dat betreft, uh, ja, uh, de laatste uh, 35 jaar de winter eer, uh, redelijk in de zeilen gehad. Want de markt voor uh, de uitzendformule die is stijgende en nog steeds stijgende. Dus een periode waar het wat minder ging, bleven we. Min of meer gelijk. En dit is maar één keer in de hele geschiedenis voorgekomen, 1982. Dus dat is al een behoorlijke tijd geleden. Dat we dus een flink stuk naar beneden liepen. Maar dan, en dat is weer een punt. behoor je als ondernemer er ook weer voor te zorgen. dat je voldoende reserves hebt. en dat je die slechte tijd door kan komen. Zonder dat er dus grote brokken gemaakt worden. Dus een beetje zuinigheid, noem het Calvinisme, een beetje flink gevulde portemonnee. zodat je de slechte tijd door kan komen, is goed voor iedereen. Dat is duidelijk. Toch, u was de bouwer. U bent in 1960 begonnen uh, in een achterkamertje met een collega om een, wat toen heel nieuw was, hè, uh, mensen uit te huren. U was student, 27 jaar toen. Hè? Uh, uh, nou, nu bent u 65. U bent de bouwer geweest. De oprichter, de bouwer. Uh, als ik de verhalen mag geloven, heeft u wel eens op het punt gezegd, nou jongens, als het niet meer gaat, dan sluiten we de zaak weer. Hè? U, was, u was de leiding. Dat weerspiegelt zich in de organisatie. Expansie wereldwijd. Er zijn ook organisaties die helemaal niet op expansie gericht zijn. Die een vrij simpele dienstverlening doen. He, je... Heb je daar andere mensen voor nodig? Heb je daar een andere filosofie nodig? Een andere ethiek? Nou, niet zozeer. Maar uh, het klinkt een beetje vreemd. Ondanks dat we het derde bureau ter wereld zijn. Uh, maar ook zelfs het eerste bureau ter wereld. We zijn nog wat aan de kleine kant. De investeringen in. Uh, uh, computerprogramma's, in opleidingsmethodes, in testprogramma's, die zijn uh, bijzonder hoog. En um, je hebt een zeer groot aantal specialisten nodig om een bedrijf als het onze te kunnen runnen. Uh, je zou ze direct uh, even hier naar beneden moeten lopen om te kijken naar onze loonadministratie. We hebben de grootste loonadministratie van heel Nederland. En al deze mensen die komen wel elke week. Met hun werkbriefje en er moet elke week betaald worden tegen verschillende tarieven en tegen verschillende belastinggroepen. Nou, uh, noem ik maar één ding. Je hebt psychologen, uh, mathematici in dienst. Want wij willen wel weten of het de volgende uh, periode of de volgende maand of het volgend jaar net zo goed gaat in Frankrijk als het nu gaat of in Duitsland en blijft dat zo. En daar hebben wij mathematici voor nodig. Kortom, een reeks van uh, dure specialisten. Dat kan nog zeker. Uh, een enorm stuk beter allemaal, daar zijn we ons allemaal van bewust. Maar je kan niet alles op één dag voor elkaar krijgen. En vandaar dat onze omzet eigenlijk wat te klein is om het allemaal te kunnen betalen. En vandaar om het beter te doen, hebben we ook nog enige expansie nodig. Of laat ik het zeggen, nog een behoorlijke expansie is er nog nodig. Toch heeft u als uw opvolger een bankier binnengehaald. Als je nou zegt een, een, een internationale expansie van een. Nieuw concept als uitzendbureau of een bankier, dat is toch een na een pioniersfase, toch wat meer een stabilisatiefase al? Ja, niet helemaal. Want uh, kijk, hij was. Niet alle bankiers zijn, natuurlijk, hetzelfde. Maar... Nee, 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 dat, dat niet alleen. Maar uh, de heer Zwarts, die is uh, bij de ING aangetrokken als personeelsman. En daarvoor had hij bij zijn gezeten. Hij kende de vakorganisaties, hij kende de werk uh, geversorganisaties. Hij kende de overheid. En uh, toen hij hier kwam en ik hem her en der moest introduceren. ja, ik hoefde hem eigenlijk nergens te introduceren, want hij kende eigenlijk al het hele gebied. Nou, dan, u zult begrijpen dat, dus uh, personeelszaken, sociale zaken. en, en, en uh, de afdeling organisatie. ja, dat dat natuurlijk hele belangrijke, belangrijke ingangen zijn. Uh, voor de kennis die je nodig hebt. voor een bedrijf te leiden als een randstad. En uh, buiten het feit dat hij ook een uh, uitermate aangename kerel is. En dat speelt bij ons natuurlijk ook een rol. Dat is belangrijk, hè? want jullie zijn een beetje een people's bedrijf. Hè? Uh, je verhuurt mensen, maar je moet ook mensen, mensen verkopen. Het komt allemaal op mensen in hier. De onderlinge relaties, de sociale relaties staan bij jullie vast hoog in het vaandel. Dat nou, klopt, het is een people's business. Eigenlijk hebben wij geen, geen eens een product. Want je zegt, ja, uh, u zendt uitzendkrachten uit. Ja, ik heb geen uitzendkrachten in een keldertje zitten. En, en een order is ook maar een stukje papier. En uh, het gaat erom, hoe koppel je nu vraag en aanbod aan elkaar? En dat is een hoogst individuele prestatie van onze medewerkers. En een hoogst uh, intellectuele prestatie. En die prestatie, dat is dus eigenlijk dus datgene waar wij voor betaald worden. En uh, nou is het vreemde dat je dat product wat we hebben, dus het maken van die combinaties, niet kan controleren. Want dan zou je aan, tegen elke intercedente en tegen elke consulente moeten zeggen: waarom heb je dat zo gedaan? Nee, dat is dus juist dat individuele. Wat één in zit, akkoord, na drie maanden of na zes maanden, kun je zeggen: hé, hey, mijn uiterste krachten of mijn klanten lopen weg en jij bent de goede niet op deze plaats. Maar uh, op zich hebben wij een abstract product. Daarvoor is nodig dat de mensen die bij ons op de vestigingen werken een hoge opleiding hebben. En die hebben doorgaans ook uh, academische opleiding, HBO-opleiding, en tenminste een, een middelbare schoolopleiding. Maar is dat zo of hebben ze ook een beetje talent nodig voor dit vak? Uh, buiten de opleiding, uh, talent, karakter, uh, de meeste mensen met een hoge opleiding zijn niet geschikt voor dit vak. Maar uh, gelukkig zijn er voldoende uh, die het wel zijn, maar uh, die hoge opleiding die brengt mee dat deze mensen ook redelijk zelfstandig kunnen opereren. Vandaar, we hadden het erover, over weinig hierarchische niveaus. Deze mensen hebben meer een beroep dan dat ze medewerker zijn. En het gaat er juist om om dit te organiseren en de mensen de nodige vrijheid te laten, want ze moeten toch in hun eigen vrijheid hun eigen beslissingen nemen. Dat is in de eerste plaats het uitdagende voor de onderneming. Maar ook aan de andere kant het uitdagende voor de personeelsleden zelf. Een paar keer krijg ik uit uw verhaal het idee dat het keurslijf van de baan. Het keurslijf van het werk. Dat u daar duidelijk ideeën voor heeft. Namelijk dat, dat, dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Dat als je mensen dwingt, dat je mensen dingen laat doen die niet goed zijn. Dat ze ons ziek worden of niet presteren. Maar ik proef om op mijn baan. U zegt, wij geven mensen een baan. Maar we willen ze daar zoveel mogelijk vrijheid bij geven. Want dat werkt zo goed. Uh, dat klopt, en ik denk dat dat niet alleen meer bij ons zo is. Ik denk dat de manager oude stijl. Uh, die de link vormde tussen de baas daarboven en de baas daaronder. dat die man of die vrouw langzaam aan het verdwijnen is. En wat je ziet, dat meer en meer bedrijven te doen krijgen met hoger opgeleide of hoog opgeleide. en die hebben niet zozeer een manager nodig, die hebben een leider nodig. Een leider die meer uit die groep kan halen dan de manager oude stijl. En ik zeg het wel, ik heb wel eens meer gezegd: we hebben meer behoefte aan leiders dan aan managers. Wat is dan voor ons uw leider? Is dat, heeft, is dat iemand die als, als, als boegbeeld fungeert? Is dat iemand die een, 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 een diepere boodschap uitdraagt? Nee, ik denk dat die meer een soort uh, charisma tentoon moet spreiden. Dat hij uh, een beter contact heeft met de mensen. En waar het niet zo is: ik zeg het en daarom doe je het. Ik overtuig je en daarom doe ik het. Of ik doe het je voor of ik help je erbij. Uh, het voorbeeld geven en uh, met de mensen meegaan. Kortom, die mensen die bij ons in het bedrijf werken zijn niet zoveel anders dan die andere bedrijven. Maar waarom zeggen dan zoveel mensen, het lijkt er wel of die mensen op jullie vestiging eigenlijk allemaal hun eigen bedrijf aan het leiden zijn. Nou dat moet je er proberen uitzien te krijgen. En dan denk ik dat je dus een goed bedrijf aan het opbouwen bent. Toch is er in, in zijn er nu in Nederland een aantal universiteiten die managementopleidingen geven. Toen ik vroeger in dienst zat, werd er zelfs nog gesproken over leiderschap. En dan praat ik over 30, 25 jaar geleden. Maar een universiteit waar je een graad in leiderschap kunt krijgen, hebben we niet. Is dat een tekortkoming? Ik denk het wel. Er wordt ook meer en meer over gesproken. En dat noemen we dan geen leiderschap, bestuurskunde. Maar men heeft het: kan je ondernemen? Zou je dat kunnen leren? En uh, ja, ik denk dat dat in bepaalde mate mogelijk is. Uh, Mogelijkerwijs niet voor iedereen, maar er wordt inderdaad op universiteiten aan uh, ondernemerschap te weinig aandacht gegeven. Ondernemerschap heeft natuurlijk die twee kanten. Aan de ene kant leiderschap, je kunt ook ondernemer zijn achter je bureautje met die computer en een heel bedrijf opzetten wat helemaal virtueel uh, draait. Daar heb je geen mensen voor nodig. Maar dat, dat menselijke aspect, nou was er in het begin van deze eeuw, was het scientific management, waar allerlei mensen die uh, studie hebben gedaan naar hoe je mensen zo effectief, laten we het niet over efficiëntie praten, maar effectief mogelijk hè? dus op, ook op langere termijn goed aan de gang kunt houden. Uh, motion studies, van hoe kan je dit van daar of daar of daar. Dat was dan heel technisch. Maar ook de organisatie. Ik heb het gevoel dat daar de laatste 20, 30 jaar niet meer naar gekeken is. Hoe je mensen, hoe je hoe het functioneren van mensen in een organisatie wetenschappelijk kunt bestuderen. We hebben allerlei theorieën gehad, maar ik heb weinig harde feiten daar gezien. Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met een, uh, met een evolutie. Er zijn natuurlijk in de loop van de laatste 50 jaar talloze processen gemechaniseerd en geautomatiseerd. En uh, waar er vroeger nogal wat logistieke vragen waren: hoe krijg je het product van punt A naar punt B? Of hoe krijg ik het onderdeel van punt X naar punt Z? Uh, daar waren natuurlijk een heleboel menselijke handelingen voor nodig die er op het moment niet zijn. En uh, we zijn gelukkig allemaal wat dat betreft een stapje verder gekomen. En. Wat dat betreft passen natuurlijk ook de theorieën zich aan. En um, ja, vroeger uh, ging het erom: uh, hoe uh, groot moet een schep zijn? En hoeveel aarde kan ik erop hebben. om een man zoveel mogelijk uh, kubieke meter zand te laten verplaatsen? Dat is helemaal niet meer aan de orde. En um, we zitten op hele andere niveaus te denken. En waar we van eigenlijk een agrarische samenleving. Overgegaan zijn in de industriële, en waar we nu van een industriële overgaan in een dienstverlenende samenwerking. En waar 70% van onze beroepsbevolking al in dienstverlenende functies werkt. En dat vereist natuurlijk ook een aanpassing aan, uh, aan uh, managementtheorieën. En uh, ja, dat volgt natuurlijk, en dat loopt niet altijd vooruit. Nee, want ik. Ik, ik heb dan zelf bij al een keer in het bedrijfsbureau gewerkt, en daar keek je naar de time-in-motion studie. En toen gingen we allemaal aan de computer. En nou, enorm veel cursussen geven Wordt perfect en iedereen doet cursussen. Maar nadat iedereen vijf jaar met de computer had gewerkt... kregen we allemaal plotseling uh, muisarmen en moesten we... En toen bleek eigenlijk dat we naar de basis ergonomische aspecten van de computer... veel te weinig gekeken hadden. We hadden ons laten verleiden door de techniek. Maar dat mensen een rechte rug moeten hebben en, uh, en, en goed zitten en een goede, een goede muis... Dat, daar, daar krijgen we nu eigenlijk de nare gevolgen van. Ja, dat is natuurlijk later ontstaan. Er had op dat moment uh, pak een beet en tien jaar geleden nu ook geen mensen aan gedacht dat hij de hele dag uh, achter een scherm zitten te turen. Uh, of dat je. De, de mensen die zijn in de loop der eeuwen. zijn ze 10, 15 centimeter langer geworden. Maar de tafels. Uh, 300 jaar geleden waren 75 centimeter. zijn nog steeds 75 centimeter. En ik moet. dat is een heel ander verhaal. Ik kocht pas geleden een bed. om een bed langer te krijgen dan 1,90 meter. 90, dat kost al moeite genoeg. En dus ze staan je stom aan te kijken. En je zegt. ik wil een bed van 2,10 meter. Ze zeggen. ja meneer, maar dat verkoopt toch geen mens. Nou, zo is het met tafels. Zo is het met stoelen. Heel langs uh, ...worden wel wat wijzer. En zullen ook uh, in, in, in de meubelindustrie en ook in de computerindustrie... Uh, ...past men zich aan. En als je van een muis een muisarm krijgt... ...ach, dat zijn er zeggen, ook maar uitzonderingen... Uh, dan, 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 ...dan wordt daar eigenlijk wel weer wat nieuws voor bedacht. Nou, het valt nog op dat we daarin achterlopen, dat is jammer. We gaan naar een nieuwe eeuw toe. Flexwerken in Nederland. Nou oké, okay, dus, je hebt een bedrijf, je huurt wat mensen in. Ziet u een trend naar virtuele flexwerken in die zin dat... De Nederlandse banken zeggen we hebben tien extra uh, operators nodig. Maar die laten we rustig in Zaire of in India zitten. En we huren hun computertijd in en we doen dat op afstand. Is dat een trend waar je zegt van, dat uitzendwerk gaat ook die kant uit um, Dat kan en dat gebeurt op het moment al. En dat gebeurt zelfs bij ons: dat bepaalde programma's uh, s ochtends vroeg opgestart worden in India. Uh, dan wordt het overgezijnd hier naar ons rekencentrum beneden. om vervolgens wordt het in, in Georgia Atlanta, wordt het uh, programma afgemaakt. En s'avonds is het klaar. Ja, dit, en, en dit soort voorbeelden bestaan. En dat gebeurt niet alleen bij ons, maar het gebeurt in een heleboel bedrijven zo. Als je zegt, zou dat nou uh, een erg groot gedeelte van het werk uitmaken? Nee. Hè, want een heleboel van de werkzaamheden is toch. Men moet bij elkaar zitten, met elkaar overleggen. Horen en wederhoren, Men moet elkaar zien. Uh, en, en, en wij zien dat ook zelfs. Dus als je een conferentie hebt met een televisie, het werkt niet. Je moet tegenover elkaar zitten. Buiten het feit dat ook het sociale aspect in deze niet vergeten mag worden, en dat geeft weer een ander soort motivatie. Dus virtueel werken bij jou thuis, het zal wel enig opgeld gaan doen. Maar als je zegt binnenkort werkt 90 van de bevolking erin, nee, dat geloof ik absoluut niet. Wat ik wel denk is dat we in kleinere eenheden gaan werken. Dat zie je overal. Ik las vanochtend toevallig in de krant dat vooral bij bouwondernemers hè, men zijn eigen baasje weer wil worden. Het gekke is, en dat zal weinig opgevallen zijn, dat het eigen baasje, als ik dat zo mag noemen, zich voor een lagere prijs kan verhuren... ...dan die grote bouwondernemer die die werknemer op dat bouwproject zet en een hogere prijs moet berekenen en die man een lager salaris moet bieden. Ik zeg, hé, hey, dat is een nieuwe trend. En daar zit wel wat grappigs in. Dus die meneer die zichzelf misschien wel lekkerder voelt, die zich zijn eigen baas voelt, misschien wel ook een hogere prestatie en hogere productiviteit levert, kost nog eens een keertje minder ook. Ik zeg, dat is, dat is een nieuw fenomeen. Toch is het geen nieuw fenomeen, want in de jaren 60 is, wordt gebleken bij de Volvo-fabrieken, die gingen in Zweden werken met kleine groepen die, die niet meer. Allemaal alleen deuren erin zetten, maar dat ze een hele auto afmaakten. En dat bleek hartstikke goed te werken. Een hoge productiviteit. En vooral tevreden werknemers. En tevreden werknemers betekent minder ziek. Nou, dat, dat hele stuk. Het lijkt wel of we het wiel iedere keer opnieuw moeten uitvinden. wat dat betreft. Ook wat betreft dus werkorganisaties. Maar. die kleine groepen. die moeten dus wel een, 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 een structuur hebben. U zegt ondernemer, baasje. Als Randstad een groep uitzendt, uit, uit die projectmanager, moet dat een ander soort mens zijn dan vroeger? Nou, wat wij nu zien, vooral de laatste tijd, en dat zien we vooral bij de hoger opgeleide, dat die hoger opgeleide, we hadden het net over employability, die wil bij de tijd blijven. Die wil uh, de opleidingen blijven volgen die voor hem of voor haar noodzakelijk zijn. En. Um, je zou het kunnen vergelijken met personen die in de filmindustrie werken. Die artiest zijn. En die hebben een manager, en die zorgen dat die van het ene project naar het andere project kunnen lopen. Wij zien dus nu ook mensen bij ons die komen met een redelijke opleiding. En die zeggen of het nou in de computerindustrie is, of het is in de techniek, of het is bij Randstad Polytechniek, dus waar dan ook. Zeggen nou, wij willen nu een half jaar werken of een jaar werken en dan willen we die opleiding weer volgen. En zorg er dat er na die opleiding weer een volgende baan voor ons uh, aanwezig is. En wat zie je? Dat die uitzendorganisaties zich daar langzamerhand aan het aanpassen is. En wij voor grote groepen mensen al een soort agent aan het worden zijn, die eigenlijk in opdracht van hen handelen. Nou ja, dat is een kwestie van je organisatie maar een heel klein beetje bij te stellen. En dan kan je dat ook, ja. Maar het is wel een accentverschuiving. U treedt niet meer op namens de werkgever die werk heeft. U zegt, wij hebben deze mensen die willen niet alleen werk, maar ook afwisseling, opleiding. Misschien zelfs uh, geografische verplaatsingen. Mensen die zeggen, ik wil in het land daar werken. Nou, dat kan waarschijnlijk bij jullie. Uh, dat soort dingen. Maar een verandering van accenten, dat wel dus. Ja, daar zit een heel duidelijk accentverschil in. Waar je toch, uh, ondanks dat uh, we begonnen zijn met freelancers, die later compleet sociaal verzekerd werden en met het gevoel kreeg dat het werknemers waren, heeft de uitzendkracht zich altijd vrijer gevoeld dan een ander. En ook, en dat was een belangrijke, een uitzendkracht is altijd welkom. Ik heb er nooit een aanvraag gekregen van een bedrijf van zich. Nou, ik heb een uitzendkracht nodig. En zeg maar, wat moet hij doen? Niets. Nee, hij moest altijd wat doen. En een uitzendkracht is altijd welkom. In de tweede is dat een uitzendkracht eigenlijk, als hij, omdat hij in zo'n korte tijd zich moet inwerken, dat hij eigenlijk boven de materie moet staan. Dus het zijn eigenlijk ook gemiddeld gezien in Nederland zijn het ook de betere medewerkers. En dat geeft natuurlijk een uitzendkracht een lekker gevoel. Flexibeler medewerkers. Wat, wat doet Rans dat aan die flexibilisering van mensen? Kun je daar pilletjes voor nemen? Dat lijkt me niet. Maar je kunt daar wel iets aan trainen, of niet? Um, zover iemand een behoorlijke en een goede opleiding heeft, hoef je daar uh, uh, verder niks aan te doen dan die opleiding bij te houden. Een hele leuke in het uh, verlengde van, van, van uh, uw vraag: het volgende. Uh, een uitzendkracht kon geen hypotheek krijgen, een uitzendkracht kon geen vaste leningen krijgen. Nou, dat was, uh, dat was een hele gekke, tot de grote banken erachter kwamen. Dat de kans dat je werkloos wordt. vele malen kleiner is als je uitzendkracht bent. dan dat je in vaste dienst zit. Er zijn bijna geen uitzendkrachten die de WW ingaan. Nou, nou rollen de banken over ons heen. en over, over elkaar heen. om zoveel mogelijk uitzendkrachten binnen te krijgen. En dat, nou ja, dat is een accentverschuiving. En dan zeg je: waarom hebben die mensen dat dan 30 jaar niet gezien? Maar het verhaal is al 30 jaar oud. En men heeft altijd al uit de officiële statistieken kunnen zien dat dit zo was. Maar ja, dat is een beeld. En men reageert dus kennelijk niet. En nu pas wel. Randstad doet niet alleen, bemiddelt niet alleen voor werk... maar u stuurt die mensen ook naar allerlei cursussen. U heeft zelfs nu geïnvesteerd in een schip in de haven van Amsterdam... de stad Amsterdam. En ik begrijp dat het doel daarvan is om de teamgeest... of de flexibiliteit van mensen, of samenwerking, leiderschap... dat soort zaken een beetje te bevorderen. Ja, dat klopt. En dat heeft twee doelen. In de eerste plaats, wij doen... Nogal wat sponsoring aan werkgelegenheid en werkervaringsprojecten. En dat zijn er honderden in Nederland. En we hebben veertig mensen apart opgeleid om dit soort projecten te begeleiden. En daar kunnen we verschillende honderden projecten per jaar mee afhandelen. Maar die Clipper, dat is nu eens een keer een enorm spectaculair uh, project. Daar kan je zien, daar kan je beetpakken, daar kan je naar komen kijken. En um, tot nu toe hebben we daar 51 mensen. In, in opgeleid als lasser. De, alleen het Casco is nog maar klaar. Maar op korte termijn zult u daar tuigers en, 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 en mensen die in, in de houtbewerking thuis worden. Uh, en, en opgeleid worden. Uh, kortom, een heleboel beroepen gaan worden daar mensen in opgeleid. En wij proberen daar toch een 200 mensen. Uh, als de klippen klaar is in, uh, in uh, maart uh, 2000. Uh, dan proberen wij dus toch een 200 mensen. Een behoorlijke werkervaring meegegeven te hebben. Maar daarna heeft u heel veel uren, dagen, ik weet niet hoe dat heet, cabines, uh, kooien van die stad Amsterdam al geboekt. Eigenlijk voor de jaren daarna. Nou, dat is dus nog niet zozeer het geval. We weten wel dat er al een hele grote belangstelling is. Kijk, in de eerste plaats, uh, onze klanten die staan natuurlijk te trappelen van ongeduld om eens een keer uh, daar te komen kijken. En misschien staan ze nog harder te trappelen om een reisje mee te maken. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor een heleboel van onze medewerkers. En we stellen ons voor dat uh, ja, we daar ook absoluut uh, gestalte aan gaan geven. Want we organiseren het zo dat de gemeente Amsterdam en Randstad boeken ongeveer de helft van het aantal dagen in in het jaar. En uh, daar kunnen we onze klanten, uitzendkrachten en, 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 en andere personeelsleden natuurlijk uh, volop de kans geven om met zo'n boot mee te varen. Uiteraard allemaal onder bepaalde condities. En de rest van het jaar uh, zullen we de klippen gewoon op commerciële basis verhuren. Of hier, of uh, in, in, in uh, andere werelddelen. Dat kan. U bent zelf uh, vervent zeiler. U heeft ook een boot. Speelt dat mee? Zegt u van de ambitie om eens een keer op de brug van zo'n schip te staan. En dat onder volle zeilen uh, bij Lens -End langs te jagen. Gaan daar de oogjes van glimmen? Ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Maar het, het beginverhaal, dat, dat was wat anders. Want eh, toen ik met dit ervaringsproject begon, toen waren de andere directieleden nog niet eens zo erg enthousiast. Ze dus, zeiden, ja Frits, moet je goed luisteren. Uh, je bent nou niet zozeer een voetballer, dan had je Ajax gesponsord. En had je elke dag in het concertgebouw gezeten, dan had je waarschijnlijk het concertgebouw gesponsord. Die zegt van nee, wij moeten ons bezighouden met die dingen waar we verstand van hebben. En dat is nou toevallig die arbeidsmarkt. En laten wij dus nu werkgelegenheidsprojecten sponsoren. En dat dat nou toevallig een boot is, dat doet helemaal niet ter zake. Maar daar hebben we dus een heleboel beroepen, of althans, een heleboel beroepen kunnen wij mensen opleiden. En uh, dat moeten jullie niet zo moeilijk doen. Nou ja, na een paar uh, directievergaderingen was men het er wel over eens. Zeker toen er nog een extra directielid als Erik Vonk erbij kwam. Die ook een vervoedzeiler is. Die zei: Jongens, jullie zijn allemaal hartstikke stom. Hè, want dit geeft een geweldige publiciteit. En, en, en hier gaat het Nederlandse hart een beetje sneller van kloppen. Buiten het feit deze clipper is de enige echte clipper ter wereld die gaat varen, over de hele wereld bestaat er geen één. Althans, er zijn wel een aantal namaakdingen. Maar dit is de enige echte. En wij hebben uiteindelijk weer een nationale boot. En dat het een Amsterdamse boot is. Ja, als Amsterdammer spreekt me er natuurlijk ontzagelijk aan. Want anders dan de Amsterdam, die daarnaast ligt. Die, dat houten 17 e eeuwse schip. Is dit een schip wat werkelijk de wereld overgaat? Ja. En, en, en ook veilig? En, en ook veilig, ja, dat hebben we geweten, want de scheepvaartinspectie die kijkt, nou, je zou bijna zeggen bij elk boutje en elk schroefje over je nek mee, en je mag geen materiaal gebruiken wat niet veilig is, en de veiligheidsvoorschriften. Ik heb nooit geweten dat dat zo uitgebreid is, en heel eerlijk gezegd, ik ben ook met andere ogen naar mijn eigen bootje gaan kijken en ook al een paar veranderingen aangebracht. Nou ja, terecht, de Eendracht is laatst aan de grond gelopen bij Engeland, en toen bleek ook ja, de motor deed het niet helemaal goed en. Niet alleen veel schade, maar ook het is toch een, ja, de zee blijft onvoorspelbaar en uh, tamelijk machtig. Niet? Ja, maar dat was een, een, een fout in, in het navigeren. En uh, als je weet dus dat je een zwakke motor hebt, dan moet je dus niet in de kop van een pier uh, stil gaan liggen om een loods uit te laten. Dus dat was gewoon een, een foutje, wat heel hinderlijk is. Maar dat had met de boot op zichzelf niks te maken. Maar uh, dat had elke andere boot ook kunnen gebeuren. Uh, er is er ook net eentje bij Sint Maarten weer aan de grond gelopen. Dat zijn gewoon pure navigatiefouten, hinderlijk en vervelend. Die zullen ja, helaas blijven voorkomen. Maar zover je wat techniek betreft of wat materiaal betreft uh, de veiligheid kan bevorderen... ...nou daar staat de scheepsvaartinspectie helemaal pal voor. Het zee gaat uit. Randstad is internationaal gegaan. Is dat vanaf het begin de bedoeling geweest of is dat gewoon gegroeid? Dat is gegroeid toen wij in, uh, uh, als Randstad begonnen. En uh, we hadden niet eens, de naam houdt het al in, uh, niet eens de bedoeling buiten Randstad uh, Holland te komen. En uh, we hadden een vestiging in Delft en een vestiging in Leiden. En uh, ja, we hadden nog helemaal niet het idee van, nou, nou moet dat dus uh, allemaal uh, zoveel groter worden. Tot we tot de conclusie kwamen dat we veel te klein waren. Maar buiten de Randstad. ...geen plaatsen hadden die groot genoeg waren. Want je kan moeilijk van twee uitzendkrachten een vestiging openen. Dat moeten er velen zijn. Toen zijn we in Brussel begonnen. En toen dachten we nou ja, de naam Randstad, ja dat kan daar natuurlijk niet. Toen zijn we daar Interlabor gaan heten. Pas veel later hebben we de naam Randstad ook in België... ...en ook in Frankrijk en ook in Engeland uh, uh, ingang doen vinden. Omdat het men daar zo'n leuke naam vindt. Ja, ik weet niet. Voor mij, ik denk als je Zuid-Afrikaan bent dan begrijp je gelijk... ...dat heeft iets met geld te maken, Rand... Ja. Ja? Nou, uh, in Amerika heeft het nu in 1992 93 weer een rol gespeeld. En uh, totdat wij aan twee bureaus uh, de, verzochten om een groot onderzoek te doen. of de naam Randstad in Amerika goed was. En uh, fantastisch advies natuurlijk. Het ene zei ja, dat moet u absoluut doen. En het andere bureau zei u moet het absoluut niet doen. Dus daar, uh, aan dat soort adviezen had je erg veel. Tot er één tot de ontdekking kwam dat het woord Randstad een anogram is van het woord Standard. Dus precies dezelfde acht letters. Hè? Dus S-Standard heeft precies dezelfde acht letters als voor Randstad. Nou, dat kan je heel leuk natuurlijk in een televisieshotje uh, shotje kan je dus dat verwerken. En toen werd het natuurlijk Randstad de nieuwe Standard in staffing services. Dat was natuurlijk gewoon een vondst. En uh, nou, in de kortste keren had uh, Randstad daar een enorme naamsbekendheid. En het is natuurlijk ook erg vreemd uh, dat je daar al na vier jaar, of vijf jaar bijna, uh, in Georgia en in Tennessee marktleider bent. De eerste keer dat ik de Randstad in het buitenland tegenkwam was in Atlanta, in een van die straten die Peachtree heet. Ik geloof dat heel Atlanta Peachtree Street, de boulevard, echt vreselijk alles heet Peachtree. Noord en zuid. En ik zat in een hotel en ik keek daar uit het hotel en ik zag op een ander gebouw daar een enorm bord staat, de Randstad. Echt een beetje, moet ik eerst, zeggen, een beetje buiten proportie, want... Er was toen nog helemaal geen randstad in Atlanta. Maar u was ergens mee bezig. Wat, wat is de bedoeling daarvan? Nou, in Amerika is altijd alles een beetje groter. Want anders val je dus daar niet op. Dus die uh, borden die hebben daar uh, een wat groter formaat. Alhoewel, dus het logo ten opzichte van de naam precies dezelfde afstand heeft. En um, ook moet het precies dezelfde kleur blauw zijn. En daar letten we heel. Nou, het een beetje gevoel alsof daar stond Bakkerij Jansen. Weet je wel, midden in Atlanta. Uh, dacht ik, wat was. Ik was daar. Drie of vier jaar voor de Olympische Spelen, die er toen gehouden werden. Uiteindelijk is het natuurlijk een hele goede move op zo'n plek waar dan heel veel dingen gebeuren. Waar Olympische Spelen. Ik denk dat u daar ook over nagedacht. Maar ik vond het nogal driest. Nou, dan weet ik niet precies welk bord u bedoelt. Maar eh, er zijn wel meer dingen waar ik eh, rondgegaan ben. die ik heb later moeten verwijderen. Want ook de reclame- en designbureaus, die moeten. Uh, toch wel ongeveer aanvoelen van, uh, van wat jij doet. En toen hebben we uiteindelijk iemand van ons designbureau uh, daar half permanent neergezet. En toen zijn de zaken daar in hoge mate verbeterd. En um, erg leuk is dat die reclameafdeling dat erg goed uh, begrijpt. Want de laatste keer dat ik was, was een paar maanden geleden. Hij zegt: Godsbeding, we hebben je nou verduvend goed begrepen. We hadden een hele grote wand gemaakt en dat noemden ze de Wall of Shame. En daar hadden ze foto's genomen en reclames genomen van zo als het niet moest. En aan de andere kant hadden ze er een genomen zoals het wel moest. Nou, zoals het wel moest, dat was voor 90% goed, maar uh, we komen er wel. Ja, ja, ja. Maar het gaat beter. Ander, andere mensen daar, andere cultuur. Uh, Nederlanders zijn ook altijd groot geweest. U bent eigenlijk een 20e eeuwse VOC-ondernemer. Die uh, dan wel niet met slaven, maar toch ook met werk. Dingen die meespelen, neem ik aan, zijn talenkennis van de Nederlander. Cross culturele capaciteiten van uw staf? Uh, dat niet alleen. Wat wij in Amerika aantroffen, waren uh, een groot aantal uitzendorganisaties, die toch niet de kwaliteit hadden zoals we dat in Nederland gewend waren. En um, het was in uh, 70%, schat ik, uh, alle uitzendorganisaties uitsluitend in ongeschoold industriële arbeid. En een veel mindere mate het uitzendorganisaties zoals we ze hier kennen. Voor praktisch elke beroepsgroep is er wel een afdeling uh, bij ons. Of bij de kleinere uitzendorganisaties zijn er een heleboel gespecialiseerde uitzendbureaus. Nou dat kende men in Amerika niet. En de kwaliteit, niet alleen ten opzichte van hun personeel, ten opzichte van de reclame. Maar ook ten opzichte van de beloning, de beloningssystemen. Maar zelfs de computersystemen, die waren hier in Nederland vele mate uh, van meer kwaliteit, hadden een veel hogere kwaliteit. dan wat we in Amerika aantroffen. Dus dat was eigenlijk een kolfje naar onze hand. Heeft dat iets te maken met dat in Amerika toch eigenlijk het aannemen. en wegsturen van personeel. fluitje van de cent. is je zegt gewoon, maar, Piet, eind van de week. Uh, goeiedag. Dat kan in Nederland niet. Dan heb je dus meer behoefte aan uitzendkrachten. omdat je minder risico wilt nemen bij het aannemen van personeel. Ja, daar wordt vaak gedacht, maar helaas is het tegenovergestelde het geval. Europa, hè, dat we niet alleen maar Nederland kijken. In Europa hebben we. Uh, of het nou België is of Duitsland of Frankrijk. Uh, ...hebben we een, 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 een grotere bescherming. Zeker de mensen die vaste dienst zitten. Grotere bescherming dan in de Verenigde Staten. Dan zou je dus ook verwachten dat er hier meer uitzendkrachten zijn. Nee, in Amerika zijn er meer uitzendkrachten. En dat is ook heel eenvoudig te verklaren. Want uh, de gemiddelde medewerker in Amerika. die vraagt bij zijn sollicitatie. Beste meneer of beste mevrouw, hoe is het ontslagrecht in dit bedrijf geregeld? Als ik wegga, wat gebeurt er dan? En dan zijn de bedrijven die zeggen: Nou, wij ontslaan u niet, of uh, u krijgt zo en zoveel mee. En om nu juist die vaste kern te beschermen en dat dat bedrijf niet slecht in het nieuws komt, nemen ze juist meer flexarbeiders dan dat men in Europa doet. Dus het omgekeerde is juist het geval. Juist omdat het in Amerika makkelijk is om iemand weg te sturen, doe je dat niet. Want anders kan je nooit meer een goede medewerker krijgen. Of met andere woorden, een te grote bescherming. Ik zeg duidelijk te grote bescherming, werkt juist in zijn tegendeel. En dat is niet goed voor de medewerker en dat is ook niet goed voor het bedrijf. Interessant. Dus die schijnbare tegenstelling die dan toch anders uitpakken. La laatste onderwerp. is: U zit in Nederland, u heeft. En u zit het, het, het kantoor van Randstad, waar u dan niet meer directeur bent, maar waar u toch heel lang gezeten heeft, zit in de Buimer. U heeft in Nederland een multiraciale samenleving, multiraciaal personeel, dat stuurt u ook aan. Hoe vergelijkt zich dat met bijvoorbeeld de situatie in het land, waar heel veel zwarte mensen zijn, is dat vergelijkbaar anders? Nou. Uh, eerst over de Bijlmeren. Daar wordt vaak dan zo negatief over gedacht. Ik vind het een van de mooiste buurten die we in Europa kennen. Uh, het is een prachtige architectuur. Uh, kijk, het zijn natuurlijk geen villa's van anderhalf miljoen gulden. Maar uh, het heeft ook, meen ik, een maand geleden een fantastische architectuurprijs gekregen. Uh, aan die buurt mankeert niets. En nou ga je dus één stap verder. Als ik dus dat vergelijk. Met de slums in Atlanta, ja, dan hebben ze daar in Atlanta nog een hele weg te gaan. Totdat we aan een multiculturele samenleving kunnen aanbieden. Uh, van wat wij hier in Nederland kunnen. Maar het is aan de andere kant ook geen vergelijk. Hè, waar je daar uh, 50% van een bevolking. Uh, nou. nauwelijks kan lezen en schrijven. of dat je hier in Amsterdam zit. En dan hebben wij natuurlijk heel gemakkelijk en heel mooi praten. Maar jij zal maar daar voor die problemen staan, waar ze daar in die zuidelijke staten voor staan. En dan uh, moet je daar echt eens een keertje rondgelopen hebben uh, om te zien welke problemen daar zijn. En dan zijn onze problemen nog maar heel erg klein. Maar is omgaan met multiraciale uh, werknemers een exportproduct? Is de kennis die u in Nederland heeft opgedaan daarmee een exportproduct? Kunnen we die mensen in Amerika daar iets van leren, overleren? Nee, ik denk het niet. Want uh, dan zou je dus eigenlijk racistisch bezig zijn. En of die meneer nu geel, bruin, rood of blank is, dat hoeft niet zozeer uit te maken. En de meeste, of gelukkig ook de meeste bedrijven, interesseert het zo, niet, niet zozeer. Het gaat erom dat als er iemand daar komt, of hij zijn werk aan kan en of hij zijn vak verstaat. En uh, wat ik dus ook merk in de Verenigde Staten. In ieder geval althans bij Randstad. Uh, uh, letten wij eigenlijk ook uitsluitend op hoe iemand het vak uitoefent. Maar dat heeft natuurlijk uh, niets te maken hoe het bij ons is. Ten opzichte van als we dus naar Zuid-Atlanta gaan kijken, waar ja, de leef- en werkomstandigheden nou niet al te best zijn als ik het voorzichtig zeg. Eigenlijk hoeft u niet meer te werken. En toch hoor ik dat u, en als ik u probeer te bereiken, heeft u het hartstikke druk. Waarom? U bent 65, u mag gewoon nou, van de AOW misschien nog wel wat met een, met een randje eromheen genieten. Nou, dan had je punt 1 hier vanmiddag al niet moeten komen. He, dan had ik deze afspraak niet gehad. Dan had ik vanmiddag uh, mogelijk uh, naar de, de fitnessclub gekund. He, maar nu zit ik hier op een stoel. En daarvoor heb ik een sollicitant gehad voor de klipper. Die meneer die kaptein wilde worden. En daarvoor had ik nog een afspraak met een bank. En daarvoor had ik met mijn secretaresse enzovoort. En zo gaat de hele dag door. Het is heel erg vreemd. En uh, mijn vrouw die zei een paar weken geleden: Frits, waar ben je nou mee bezig? Ik zeg: Nou, ik mijn agenda van dit jaar en het vorig jaar naast elkaar, elkaar aan het leggen. En u vroeg het in het begin: werk je wel eens op een zaterdag en zondag? Dat moet ik tegenwoordig doen. Dat is eigenlijk dus te vreemd voor woorden. En ik werk nu een 65-uur, terwijl ik uh, daarvoor uh, grofweg een 55-uur werkte. Tenminste, dat haalde ik uit mijn agenda van 1997. Maar het zijn wel leuke dingen om te doen allemaal. Ja, kijk, de afgelopen week met de klipper hebben we er natuurlijk erg druk gehad. En dan moet je natuurlijk overal uh, tegelijkertijd zijn. Maar uh, het gaat ook, uh, het houden van lezingen, uh, het zitten in een raad van toezicht of in een raad van advies of een commissariaat of uh, dat soort zaken. Ja, dat kost natuurlijk een hoop tijd. Nou, het is ook leuk dat er op die manier ervaring, uh, u bent ondernemer geweest, maar op een innoverend terrein gedeeld wordt op deze manier. Ik neem aan dat die mensen van dat klippenproject wel wat aan uw adviezen gehad hebben. Uh, dat dat hoop hè? Ho uh, dat, uh, dat, dat, dat hoop ik wel. En uh, in ieder geval ja, heb je enige ervaring in het uh, uh, bij elkaar brengen van mensen. En we, je hebt hier nogal wat met een aantal, uh, aantal groeperingen te maken. Je hebt natuurlijk een heel mooi woord: public, private. Uh, 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 ja, partnership, nou, dat is dan, uh, dan, dan erg leuk. Maar uh, in de praktijk moet daar. Uh, over gesproken worden, in de praktijk zie je dat je toch te maken hebt met, met twee verschillende denkwijzen. Nou, dan heb je er nog een aannemer bij en nog een projectmanager bij en dan nog een tweede werf erbij. En dan heb je een afbouwlocatie erbij en dan moeten er ook nog mensen van het werkervaringsproject bij. Nou, alle mogelijke manieren dat die zaak ontspoort. Dus je hebt hier met zeven verschillende partijen te maken, op zijn minst met verschillende ingangen. En uh, ja, dat uh, kost mij op het moment grofweg een dag per week. Ik, ik zie het al, ondernemerschap, dat, dat stopt niet bij 65. Nee, daar ben ik bang ook van niet. Een hele andere leuk is ook aardig. Uh, kijk, in de loop der jaren hebben we hier nogal wat cijfers vergaard. En uh, ik was al een, als, als economist uh, bezig om een, 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 een nieuwe conjectuurtheorie uh, te, gaan, uh, te gaan, uh, gaan schrijven. Nou ja, kijk, ik ben geen wetenschapper. Dus heb ik er maar andere wetenschappers bij gehaald. Maar er liggen hier. Binnen dit bedrijf, zo ontzaggelijk veel verschillende data over Frankrijk, over België, per functie, per bedrijf, uh, hoe het daar gaat. En uh, het is erg leuk om daar nu met uh, Nijrode, met Rotterdam en met Gent, en dan gaan waarschijnlijk ook nog andere universiteiten meedoen om deze data, deze gegevens, om die goed op een rijtje te zetten, zodat we mogelijk ook een heel leuk macro-economisch model krijgen. En ja, dan gaat mijn hart niet als zeiler, maar als economist moet je harder lopen. Ja. Ervaring, werken. Het houdt niet op bij 65. Het leven houdt niet op bij 65. Meneer Kooltsmening, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Over werken, over uitzenden en over uh, leven. Tot ziens graag.